Hij klinkt weer als een klok. Na de 30 jaar durende restauratiewerkzaamheden in de Grote Kerk in Dordrecht is het 162 jaar oude kamorgel weer helemaal bespeelbaar. De balgen waar de lucht voor het orgel wordt geproduceerd waren heel erg aan reparatie toe. Dat kon de stadsorganist goed merken als hij alle registers opentrok. Maar dan moest je niet te veel. Als je dan te veel dit doet, dan gingen die balgen dit doen. Ja, en dan krijg je meer druk op het schapenleer en ja, dan is het mogelijk dat zo'n balg gaat schuren. Het is wel zo dat met een orgel blijf je onderhoud plegen. Dat blijft zo. Want het is een mechanisch instrument, dus dingen bewegen en die slijt ook. Dus je moet er zorgen dat het inderdaad bijgehouden wordt. Maar dit soort grote aanpakken, zoals die balgen die er ook uitgetild zijn, dat is een heel zwaar werk. Nou ja, dat hoeft voorlopig niet meer. Maar nu hoeft u zich niet meer in te houden? Ik hoef me niet meer in te houden, nee. U kunt helemaal vol op het orgel? Absoluut, absoluut, ja. Het orgel heeft meer lucht, zeg maar. Het klinkt heel ontspannen. Het is heel natuurlijk wat er nu klinkt. En dat is stabieler dan voor de restaurant.